De komende twee weekenden geldt er in het hele land een totale lockdown. Dat is vanmiddag bekendgemaakt tijdens een virtuele persbriefing van de regering. De weekendlockdown gaat in op vrijdag om 7 uur 's avonds en duurt tot en met maandag om 5 uur in de ochtend. Dat houdt in dat alle winkels, handelszaken en andere bedrijven gesloten zullen zijn. Verder mogen alleen personen die dispensatie hebben en naar het werk moeten zich op straat begeven. Minister Omar Ramadine had eerder reeds aangekondigd dat een lockdown onvermijdelijk was vanwege het groeiende aantal COVID-19 besmettingen. Het betekent dat u in principe voor het weekend de nodige zaken moet voorbereiden. Wilt u in elk geval voorzien en gegarandeerd zijn van voedsel. De andere maatregelen die blijven gehandhaafd, namelijk de samenscholing van 5 personen, sportactiviteiten waar er een contact is, zijn verboden. En zo zijn er andere maatregelen die zo meteen via CDS bekendgemaakt zullen worden. Maar wel een hele belangrijke en belangrijke maatregel die we additioneel hebben genomen zijn zaken zoals het feit dat de komende week overheidskantoren, maar ook het bedrijfsleven gevraagd is om zoveel mogelijk door de week dan open te zijn, namelijk aan die essentiële zaken, essentiële afdelingen van de overheid en het bedrijfsleven. Personeel wordt gemotiveerd en gestimuleerd of aangezet om zoveel mogelijk van huis uit te werken. En vandaar dat u ook deze persconferentie via Zoom ziet. De bewindsman benadrukt dat de maatregelen met betrekking tot het nuttigen van alcohol in het openbaar nog steeds recht overeind staan. En net naar aanleiding van natuurlijk de ontwikkelingen waar we uit statistieken gezien hebben dat besmettingen veelal plaatsgevonden hebben in samenscholingen, bij supermarkten, et cetera, waar vrienden bij elkaar komen, alcohol nuttigen. En dan gaan die opgetreden worden tegen de individuen, maar ook tegen de vergunninghouders. En we hebben het bedrijfsleven al gevraagd om hierbij de medewerking te verlenen, om de informatie door te geven dat zij ook daar aan zulke zaken niet meewerken. Ook mag er per gezin slechts 1 persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. Er zal hierop, zoals vandaag, strak op worden gelet. En ook de verantwoordelijkheid hiervan hebben wij gevraagd dat het bedrijfsleven met name hierop toeziet. Dat was minister Omar Ramadine van Volksgezondheid. Hij heeft via een virtuele Zoom-persbriefing meegedeeld dat de maatregelen verscherpt zijn vanwege de stijgende COVID-19-besmettingen.